Annetje, we hebben nieuwe kopjes, hè? Amai, aan de radio. Chic. Peter van der Veer met zijn twee sidekicks. Ik vind het niet serieus, hè, dat hij er zo op staat met kleren. Hè. Zie Heb jij geen huisdiertjes dan? Jawel, katten. Eén kip is ook wel ontsnapt. Moeten wij een opsporingsbericht doen voor de kip? Voor de kip, ja. Hoe heet ze? Petronella. Lieve Petronella, dit zijn Gert en James. Wij hebben een oproep voor jou. Laat iets van je horen. Tok, tok is genoeg. We zijn niet kwaad, we zijn gewoon te burgers. Misschien durf je niet komen en zit je met een ei. Ik vind het zo geil als een Duitser zijn nummer geeft. Wat is uw nummer? 0479923457. Ik kreeg een beetje schrik. Ik heb laatst een onderzoek gedaan bij oudere mensen. Op welke manieren die eigenlijk zo'n seksualiteit beleven. Mijn man is 12 jaar jonger. Ah, voilà. Ben ik eigenlijk verplicht he, van dat te doen? Daar ben ik nu echt een keer blij om, Annetje. Ik heb seksspeeltjes bij. Oh, dat is eigenlijk zo voor in je huis te hangen als Pasen is. Ja. Voor elke feest dat je dan een andere. Je kerstballen, een carnavalbal. De leukste is die van Sinterklaas en Hans en mij. Ja. Zwarte Piet. Oh, kan niet. Ja, nu is het moeilijk om voor te doen. Maar stel dat je zo staat, dan doe je hem zo in. Ja, ja. Dat lijkt een UFO. Olé! Ja, staan. Voilà. Iemand aan een bootje? Eigenlijk moet je dit op de clitoris zetten. Ja, maar ik ga nu even op mijn neus zitten eigenlijk. Oeh. Een massage. Vind je dat ook tof? Okay. Heb je die al gebruikt? Die? Ja. Nee, ik steriliseer die altijd. Hè. Heb je hem al gebruikt? Heb ik geknet? Ja. Heb je die al gebruikt? Dat is een nieuw toppetje. Ik kom eens hier. Die waar zit aan uw gezicht. We hebben los aan uw clitoris zitten ruiken. Welkom bij Hot Late Night met Lotte van Wezenmaal en James Koen. De heetste quiz van de Lage Landen. Met de hete tijger Gert Verhulst en wilde springhaan Annie de Leersnijder. Gert, wat zeggen we dan? De magische spreuk? Ja, ik dacht dat het een kenniskwiz was eigenlijk. Maar nee, jij moet nu de magische spreuk zeggen. Draaien, James. Doen of waarheid? Ja, doen dan, hè, ja. Oeh. Doe pindakaas op je vinger en lik het af. Top. Oh, je geestig. En lek het af. Maar sensueel, hè, want dit is de Hot Late Night Quiz, hè. Oké. Okay. Dat was niet sensueel. Ja, maar ja, zeg, man. Ben ik toch geen pornoacteur, hè, ja. Kom, opnieuw. En sensueel. Dat was een hele slechte porno. Dat was echt een vuile pornofilm. Annietje, klaar? Draaien, James. Oeh, doe het. Het is een duo-opdracht. Jullie krijgen beiden een opgeblazen sekspop. Laat deze zo snel mogelijk af en stop ze terug in de verpakking. Wie hier het eerst in slaagt, krijgt de pop mee naar huis. Tada! Hier is jullie pop. Nee, alleen. Jongens, toch, er zitten overal gehalten in. 3, 2, 1, go! Kom aan, Annietje. Kom aan, Annie. Maar uit dat gatje gaat er geen lucht komen. Dat is gewoon een gatje. Ik denk dat hij heel graag de pop mee naar huis wilt. Je zegt voor aan het gaan. Of dat hij dat al vaker heeft. Komt er niet uit. Ziet dat? Annie, hoe ziet dat er nu uit? Hopla. Dames en heren, de winnaar. Gert Verhulst. Wase, de laatste vraag voor Gert Verhulst. Draaien, James. Wow. Ja. Raar, maar waar. Wat zijn naast de slaapkamer je favoriete plaatsen om de liefde te bedrijven? Dat moet toch niet in zo'n programma hier allemaal? Waar hebben de mensen er dan zaken mee? Maar antwoord nu toch. Goed. In de kelder. Oeh. Gert Verhulst deed het al in de kelder. Nuance in de wijnkelder. Wow. Gert deed het al in een kelder en in een wijnkelder. Alleen de wijnkelder. Ik vind dat wat chiquer. Dit is toch een sloeber. Een verre hond. Hoor ik niet heb gezegd, bij ons in het halleke. Ah, dat hebben we ook goed. Hij heeft dus graag in het holleke. Halleke. Wat een show, wat een show. Volgende week zijn we terug met Hot Late Night. En wij komen niet dansen.
We doen niet meer mee. Goeiemorgen. Het spant te veel. Heel gelukkig uit. Ik heb er nooit zo'n lelijk pakje gezien. Het is gênant. Kan je de microfoon geven? Ja. Wanne, het spant ook een beetje te veel. We zien uw klokkenspel. Ja. Maar allee. Het leidt mij, daar ben ik er graag bij. Ja. Ja. En de laatste keer kon ik er niet bij zijn. En dat was wel een beetje... Allee, pijnlijk. Zeg, en ik weet nog dat ze zeiden... dat ze jou gingen vragen voor het seizoen om toch wat minder boter te gebruiken. Ja. Doe je dat ook? Of, Nee, ja. Ja. Nee of ja? Nee, eigenlijk niet. Maar nu begin ik meer olijfolie te gebruiken. Lotte, nou, wat kijk er eerst binnen vent? De benen. Maar dan heb je echt zijn benen nog niet gezien. Toen ik je benen? Ben ik geen attractie? Hè? Kom aan. Kijk. Het is mooi, hè? Ja, want je ziet ook de spieren. Kijk, hier. Ja, hopla. Ja. Goeie ja, benen, hè? Goeie benen. Oké, dankjewel. Ja, nu kan nu... Ja, dat is nog een keer, hè? Oh, jongens, toch. Dan doe ik dat allemaal. Allee. Maar ik heb ook al veel gestoefd over de James, hè? Die heeft een prachtig geslachtsorgaan. Allee, laat een keer zien, James. Allee. Nu is het. Nu is het. Ik kan rappen. Hoe? Rappen? Een beetje rappen kan doe ik wel. Doe een keer. 5, 6, 7, 8. This one is for the boys with the booming system. Tap down, I see you with the cooling system. When you come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like you're saving up. Wow, Lotte! Searching for another day. Another way for me to open up to you. Moeten we niet nog extra mannen hebben? Landy? Er is gewoon lijf. Ja, nee. Lotte, dat beweegt. Ze beweegt. Ja, tuurlijk beweegt. Oh, you know how to do it.